allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvlog van HalfStafForLadies.com. Vandaag maak ik Bali ketchup, alleen dan in plaats van Bali doe ik witte rijst. En ik heb de kip al lekker in de pan gedaan en ik heb kip van de Lidl en dat is een grote zak. En dan heb je voor 6 of 7 euro heb je een hele grote zak, een kilo ongeveer. Ik had vandaag om eten te besparen qua kosten. Een zak roerkoekgroente voor 50 cent. Weggooi je zonder samen minder verspillen. Dan kun je bij de Jumbo kun je altijd voor 50 cent of een euro iets wat die dag ook moet heel goedkoop scoren. En dit is een van mijn lievelings, Japanse roerkoekgroenten. En er zit dan in courgette, kastanje champignons, prei, tauke, gele paprika en sugar snaps. En normaal doe ik vaak gewoon losse roerkoekgroenten. Prei, paprika, tauke. Maar nu, deze zak is wel als enige roerkoekgroente vind ik heel fijn. Die hele goedkope Bami Nasi pakketjes met dat alles door elkaar niet zo fijn. Maar dit is bijvoorbeeld wel ideaal. En als de champignons te dik zijn, snij ik ze zelf soms op even in de partjes. Ik heb het oké voor 1 euro. Van de Jumbo ook. En deze is dan van de Jumbo Bami ketchup. Die had ik nog in huis. En er zit marinade in voor de kip. En ook een zakje saus voor als je uiteindelijk de groenten erin hebt. En normaal kan je dan varkensvlees in reepjes doen, maar ik heb dan voor kip gekozen. Ik heb nog een lenteuitje die ik in stukjes wil doen. De kip die staat al lekker te pruttelen. Ik zet hem even wat hoger. De rijst staat op. En ja, dit is echt wel een van mijn favoriete maaltijden. Bami en nasi. Ik vind het gewoon hartstikke lekker. En het is ook gewoon op zich niet heel moeilijk te maken. Alleen ja, je moet er even de tijd voor nemen. Die stukken kip die ontdooi ik dan, pak er gewoon wat uit en dan als het in de pan is dan snij ik het met de spatel in stukjes zeg maar. Dus ik doe niet het van tevoren stukjes snijden, dat vind ik altijd zo vies, hoor, die handen zo vies. Dus op deze manier gaat het wel lekker snel. Ik ga dan even het lente uit, ik ga even in stukjes snijden. Ondertussen staat de kip lekker op, met een mooi mes erbij pakken, dat is een scherp lekker mes. Even een stukje snijden. Oh, zo, je ziet het niet goed. Even dit aan de kant. Ja, weet je, bij mij is het echt net een slagveld hoor. Ik, alles staat gewoon midden in de pan. Normaal dan film ik gewoon het eten, maar nu is het een beetje anders. Want nu dacht ik, het is misschien ook leuk als ik er zelf bij opsta. Kip laten klaar worden. Dan doe ik de rest van de wok er even bij. Extra groenten heb ik nog wel
ook wel wat, maar het slint. Ik denk, weet je wat, ik heb nog even één prijs bij. Die snij ik dan. En het leuke was, bij de Jumbo kan je dan, is gewoon een vaste prijs, volgens mij 50 cent voor een prijs. En dan maakt niet uit welke dikte je pakt. Het is allemaal 50 cent. Ik had echt een mega grote gepakt. Lekkere doorbokken en zo. En de rijst is ook wel lekker aan het worden. Ik moet er niet zo lang weer. Kijk, dat is net even meer groente. Even een stukje shampoo. En een stukje kip. Echt lekker. Nu al een lekker smaakje, terwijl het sausje nog niet door zit. Dus ja, knoflook en gemberwortel en de kruiden sowieso, die hebben gewoon een heerlijke smaak. Deze kookvideo duimpje omhoog. Leuk als je een reactie achterlaat. En tot een volgende kookvlog. Doei doei!